SVB en de gemeenten Hengelo en Hof van Twente bundelen het beheer van de openbare ruimte in één organisatie-eenheid. We stellen de leden van de stuurgroep voor. Jeroen van der Geest, SVB. Bert Denekamp, gemeente Hof van Twente. Robert Kruse, gemeente Hengelo. Rob Oldekalter, projectleider. Hilco Huistede, projectadviseur. Gemeente Hengelo, gemeente Hof van Twente en SWB gaan samenwerken in het beheer van de openbare ruimte. Door veranderende regelgeving vanuit het Rijk moeten wij iets doen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En de openbare ruimte leent zich voor dat soort werkzaamheden. En we kunnen onze eigen medewerkers goed gebruiken om die vakkennis over te brengen en verder te ontwikkelen. Ik vind dat mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt nu beter tot hun recht komen. Dat de samenwerking gaat beter. De belangrijkste waarden van deze organisatie zijn: het moet een flexibele organisatie worden. De kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte moet goed zijn. Vakmanschap is daarbij heel belangrijk. Het ontwikkelen van mensen in deze nieuwe organisatie is van belang. En last but not least, samenwerken en plezier hebben, dat is ook belangrijk. Samenwerking moet uiteindelijk opleveren een organisatie die berekend is op de taken die ze moet uitvoeren, waarin het leuk werken is en waarin er oog is voor elkaar, waarin er oog is voor ontwikkeling. Gebruik van elkaars kennis, gebruik van elkaars machines. En dan samen kom je tot een eindproduct waar je veel effectiever werkt, veel sneller kunt werken. Wat mij enthousiast maakt over deze ontwikkeling is toch dat het, het werk mooier werk krijgt voor iedereen. Waarbij mensen niet alleen je kunnen richten op de kwaliteit van de openbare ruimte, maar dat ook appel gedaan wordt op medewerkers om te kijken of je met elkaar, samen met mensen van de SUB, een mooier en beter product kunt maken. De grootste uitdaging voor deze organisatie is dat we straks niet meer spreken over Hengelo, Hof van Twente en SWB, maar over onze nieuwe organisatie. De samenwerking tussen de gemeente Hof van Twente, gemeente Hengelo en SWB moet zich richten op het ontwikkelen van mensen. Het succes van deze organisaties wordt eigenlijk alleen bepaald door de medewerkers van deze werkgroep. Door de samenwerking tussen de gemeente Hengelo, de Hof van Twente en de SUB wordt er meer overlegd. Leren we meer met elkaar en het is ook plezierig werken. Over 5 jaar staat er een sterke regionale organisatie en het is een plezier om voor deze organisatie te werken.